Hey, zag niet staan. Welkom bij onze show. Ik neem je mee naar Brussel. Kom maar lekker mee. Welkom in Brussel, dames en heren. En welkom bij het Rad. Rad van Fortuin. Ja, dat heb je goed geraden. Nee, dat is een mopje hoor. Toen bestond de televisie nog niet. Maar Luc Appermond wel. Wat een lijk. Nee, kut. Nee, dat gaat niet werken. Adriaan, we moeten iets meer van Brussel hebben. Meer van Brussel. Een interview op straat. Brussel. We gaan een interview op straat doen. Pak dat madameke daar even. Nee, hoor, toch niet madameke. Ik heb toch genoeg? Ik kan toch genoeg van lullen over, Brussel? We willen een beetje drama, een beetje human interest. We zijn nog bij de VTM. Oh, yes. Adriaan in Vlaanderen. We zijn hier niet bij Vlaanderen vakantie. Dan... We gaan voor de mensen. VTM, jongen. Dan kunnen we toch beter gewoon een documentaire kijken van bagger in plaats van VTM op te zetten. Dat is veel interessanter. De mensen. Goed. Spreek de Nederlander? Ja, oké. Okay. Drie. Oh, VTM is goed, hè? En actie vooral. Is het actie nu? Ja, we zijn bezig. Ja. Oh, Neolien, hallo. Hallo, beste kijkers. Naast mij staat... Chiara. Hey, Chiara. Wat vind jij van dit rad? Dit rad is een heel speciale stuk voor mij geweest van Duitsland. En mijn overgrootvader heeft meegedaan. Ja, het is zeer belangrijk voor de toeristen in België. Vraiment. Oui. Ja, oké, okay, dankjewel. Misschien kunnen we het hebben over... Oui? Ja, het is goed zo. Misschien... Oké. Okay. Misschien kunnen we iets anders doen? Ja, we kunnen gaan naar de Grand Place. Daar zijn heel veel toeristen, veel mooie monumenten om te zien. En veel historiek. Ja. Komen jullie mee naar de Grand Place? Ik kan veel dingen tonen in de Grand Place en veel toeristen. We gaan even mee. Kom aan, mannetjes, en actie. Ja, als je goed kijkt, weet je... Tromba is hier gekomen, er waren echt heel veel wolken en alles. Oké, ja. Dankjewel. Is het actie nu? Ja? Beste kijkers, we staan hier op de Grote Markt. La Grande Place. En zoals je kan zien, staat er naast ons... De stadhuis, ja. Het stadhuis, ja. Dankjewel hoor. Pardon. Ja. De architect van het stadhuis heeft jaren geleden zelfmoord gepleegd, want er was meer dan 2 centimeter aan de linkerkant. Ja, okay. Maar niemand maar vindt dat nog erg. Maar we kunnen dus even praten over die cultuur. De gebouwen zijn hier altijd zeer verschillend. Ja. Okay. Als je goed kijkt... We gaan even... We zijn gestopt nu? We gaan even herpaderen. Ja? Oké. Okay. Jij luistert even. Okay. Ja, en dan gaan we overgaan. Okay. Even luisteren. En daar gaan we weer. Scherm, hè? 2, 1 en actie. Dus beste kijkers, waar waren we? Oh, die cultuur. Ik dacht het al. Kijk, we hebben dus... De status quo. We hebben dus de mensen. Dat is een deel van de cultuur, maar We hebben heel veel toeristen en de toeristen zien er altijd nog steeds... Kut. Naar planning kijken? Toch even planning. Pas op, ben op mijn gezicht. Dat is waar, deze maar... marcheert toch niet. Oké. Perfect. Ah, je doet goed massage, hè? Mijn tante doet ook goede massage. Ja. Mijn tante... Even planning. Maar kom eens met de hele... Zet u even, mevrouw? Het is goed, madame. We gaan achterhoek even de vergadering maken. Oké, maar ik wacht hier. Ja. Ik wacht. Ja, oké. Ça va. Zeg maar als ik moet komen. Ja, dat komt in orde. Ja, oké. Okay. Ja, mevrouw. Ja, we zijn even niks, hè. Ik wacht hier. Ja. 30 minuutjes om af te maken. De weg? Oké. Ja, ga zitten. Kniepen en we gaan lopen. Ja, het is goed. We zijn gewoon weg. Ja, mannen. Go. Ja, oké. Dat is ook een esthetiek center. We lopen wat. Goed. Geen interviews meer. Dat was duidelijk. We gaan even de omgeving hier bespreken. Dus de kunst en Sint-Jan daar. Naar die stem. Nog 15 minuutjes voor deze. Zit je dat zitten? Oké, ja. Ja, ik kan. Ja, het is goed. Ik ben klaar. Oké, okay, attentie voor opname. 3, 2, 1 en 8. Ja. Hallo beste kijkers en welkom bij ons cultuurprogramma. We staan hier nu live in het Antwerpse met aan onze linkerzijde de typische straatkunst. Die bevinden zich in de ziel en... Wat hè?
Brussel, man. Brussel. Brussel. Ja, het is Brussel, niet Antwerpen. Je hebt Antwerpen gezegd. Het is Brussel. Ja, Brussel, Antwerpen. Ja, okay. Ah, wat is dat nu? Brussel? Brussel. Beste kijkers en welkom bij ons programma. Links van ons ziet u in het hartje van Brussel mooie culturele uitingen. Die ziel die dat naar boven drijft en de mensen bij elkaar trekt. En heel de boel eigenlijk samenklit tot één grote prop liefde. Dat is aan de linkerzijde, maar aan die rechterzijde daar hebben we natuurlijk de elite. De elite school. Mannekes, kom inpakken. Die is terug. Die is terug. We zitten nu op de eerste met een trein naar huis, hè? Dan zijn we er vanaf. Is goed? Kom. Nee, laat me gewoon even kussen. Ik ga weer. Het is achter een hoek, hè. Het is achter een hoek. Kom. Wat duurt er bij een trein? Wat duurt er bij een trein? Twee minuutjes. Ja, oké, dan zijn we nu weggekomen. Ja. Ik kan niet anders doen. Ik zal wel film gaan doen. Ik zal wel leerkracht worden. Oké, stop. Gedaan.